gaat lekker. Zoals jullie kunnen zien is de opkomst goed tot heel goed. We hebben drukke trainingen gehad. We zitten nu in de vierde officiële week van onze voorbereiding. Daarvoor hebben we wat echt voorbereidingstrainingen, openingstrainingen gedaan met jongens die willen kijken of ze bij Transvaal kunnen aansluiten. Met de jeugd even alles op lijn krijgen. Maar we zitten nu echt vier weken in de officiële cyclus. En het gaat goed, we mogen niet klagen, de jongens werken hard. Dus dat is eigenlijk hoe het een beetje gaat. Zoals trainer Achai Bersing zelf zegt, zitten we nu vier weken in de voorbereiding. De technische staf houdt vast aan een cyclus van zes weken om de selectie ready te maken voor de start van de nieuwe competitie. Conditioneel is de ploeg op schema, maar het is wel uitdagend om goed voor te bereiden aangezien het nog onduidelijk is wanneer de competitie van start gaat. Hoeveel is precies bekend over het begin van het nieuwe seizoen? Weinig. We horen natuurlijk wat geruchten waar de SVB mee bezig is. Het laatste wat ik heb gehoord is dat er de komende vrijdag een vergadering is waarbij bepaald gaat worden wanneer de competitie start. Wij bereiden ons voor aan de hand van die zesweekse cyclus en op het moment dat we die gehad hebben zouden we ready moeten zijn voor de start. Daarnaast we blijven ons gewoon voorbereiden met oefenwedstrijden, op de jongens blijven werken, dat zodra het begint dat we gewoon er klaar voor zijn. Transvaal is een club ouder dan 100 jaar, heeft twee keren de CONCACAF Championship gewonnen, een club met veel legendes. Voor Ashwin Achai Bersing is dit zijn grootste trainersjob in Suriname. Maar wat vinden de Transvaal clublegendes volgens Ashwin van de aanstelling en werkwijze van deze nieuwe coach? Die weten nog niet wat ze ervan moeten vinden eerlijk gezegd, maar... We hebben al wel bijvoorbeeld de trainer Bundel is geweest op onze trainingen, heeft ons complimenten gegeven over hoe we aan het werk zijn. Dat doet ons goed. We proberen met de mensen die hier zijn, proberen we wel te praten van, en feedback te vragen. We staan daar open voor. Maar iedereen kijkt natuurlijk uit van ja, training is leuk, maar wat gaan jullie precies allemaal doen in de competitie? Hoe gaat het team presteren? De jeugdcompetitie is pas van start gegaan. Hoe gaat die organisatie? De oud-Transvaalers wachten het eigenlijk nog een beetje af. Sommigen hebben echt uitgesproken, we geven het voordeel van de twijfel. Nou, dat is positief. Het is aan ons om te gaan bewijzen dat wij hier voor deze groep horen te staan. Het afgelopen seizoen eindigde Transvaal op de 8e plaats. Dit jaar lijkt het erop alsof ze hogere ambities zullen hebben, alleen als het al gaat om hun transferbeleid. Twee bekende gezichten waren aanwezig op de training. 27-voudig international Dimitri Appai en meervoudig landskampioen Cercinho Eduard. Nou ja, ze trainen niet zomaar mee voor de leuk. Nee, dat zijn twee jongens die erbij gaan komen of erbij zijn al. En dus uit gaan maken van de selectie van Transvaal. Dus we zijn heel erg enthousiast. En ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uiten op het veld. Natuurlijk ben je als trainer super blij als je die twee spelers... die op de Gold Cup actief zijn geweest, mag verwelkomen bij je selectie. Schept ook verwachtingen, die berichten heb ik ook gehoord. Van ja, als je die twee bij je hebt, dan moet het... Ik zal niet uitspreken wat daarover gezegd is, maar het schept overal verwachtingen, dat zeker. Maar wij zijn er wel blij mee dat ze erbij zijn. Ook Cercinho Eduard is 27-voudig international, een speler met veel nationale en internationale ervaring. Hij is een van de steunpilaren van Inter Moegetappe geweest op het middenveld en is drie keer kampioen geworden met de ploeg uit Mungo. Hij maakte zijn hoofdklasse debuut voor Transvaal in 2012, maar dit vertrek is zonder meer een aderlating voor Inter. Natuurlijk hebben ze er moeite mee als je een speler van zo'n kaliber verliest. Maar op het moment dat de speler zelf aangaf die overstap te willen maken, heb ik begrepen dat ze er niet al te moeilijk over deden, zolang de twee clubs er wel uitkwamen. En dat is ook gebeurd. Daarom dat Cercinho ook meetraint met ons. Dus als team vind je het altijd erg als je een speler van die kwaliteit verliest. Maar niet dat er oorlog is of dat er heel veel moeilijkheden zijn. Of zo. Het is gewoon... Een stabiel proces. Dimitri Appai is een van de grootste Transvaal-talenten van de afgelopen 10 jaar. Hij verliet de Wit-Groene Club in 2014 voor een profavontuur op Trinidad voor de kampioen W Connection. Daar scoorde hij meer dan 30 goals, maar Appai's laatste officiële clubwedstrijd dateert wel terug naar begin 2020. Appai is redelijk fit, die heeft voor zichzelf wel altijd doorgetraind, samen met Eduard trouwens.
Hij zit eigenlijk op hetzelfde niveau als de selectie, zijn leider in het werk, het harde werk geeft hij ook altijd voorbeeld. Dus nee, Dimitri Appai is in meerdere opzichten dan alleen op het veld een aanwinst voor Transvaal. Transvaal heeft zich aardig versterkt en wil dus niet op de 8e plaats meer eindigen. Maar wat zijn nou precies de doelstellingen van Transi en van trainer Ashwin Agaibersing? Toen er gesprekken gevoerd werden over ons aantreden of mijn aantreden en daarna van de rest van de staf, was het al wel bekend dat dit soort stappen genomen zouden worden. We hebben ook zelf bijgedragen aan bepaalde transfers die rond zijn gekomen. Dat betekent niet dat onze doelstelling verandert. Het geeft wel een boost aan het team. Het gaat ervoor zorgen dat we wat sterker voor de dag gaan komen. Dat is onze verwachting sowieso. Maar de doelstelling blijft op zich hetzelfde en dat is dat Transvaal structureel moet gaan meedoen in de top. En voorlopig zeggen we niet meer dan dat. We weten allemaal dat een seizoen zich ontwikkelt en dan zullen we kijken of we gedurende het seizoen onze doelstelling moeten bijstellen. Is er een tijdsindicatie gegeven aan deze doelstelling? Officieel moet Transvaal binnen 3 jaar kampioen kunnen worden. Dat is wat is uitgesproken, maar dat is binnen 3 jaar. En alles wat daarvoor komt is meegenomen. Natuurlijk doen we er alles aan, want als je het voetbalveld opstapt, stap je erop om te winnen. Dus dat staat buiten kijf. Maar er is wel een ontwikkelingstraject afgesproken. Heel belangrijk om mee te geven is dat deze spelers erbij zijn gekomen om Transvaal in de eerste instantie een boost te geven. Maar een van de hele belangrijke doelstellingen is dat de jeugd ook weer aansluiting vindt bij de hoofdmacht. Omdat de jaren daarna er doorontwikkeld moet worden. Dus dat staat ook. Maar ja, dat zijn spelers die niet morgen landskampioen worden. Die hebben een traject nodig. Dus dat is ook iets waar we rekening mee houden.